zijn ze, dames en heren. Fellini KS, pas 3 jaar. Winton, Ferro, De Niro. Lawrence die loopt even mee in de pistool het paard aan de ambiance te laten wennen. We hebben vandaag Lawrence van Wieren en Dinja van Wieren uitgenodigd voor een clinic. Het zijn dus andere namen, hè? Het is van Wieren en van Wieren, het is geen familie. Om uitleg te geven over hoe train je een paard voor de Pavo Cup. Lawrence werd dus in 2005 verkozen tot de Rabo Talent van het jaar. En hij maakt op dit moment deel uit van het WK de senioren. Dinja is als stalruiter verbonden aan de stal van Lawrence en zijn vader Leunus stal Hexagon. Ze is begin dit jaar door de bondscoaches dressuur aangewezen voor het Rabo Talenten Team 2013. En voordat Lawrence en Dinja het verder gaan hebben over hoe een paard te trainen voor de Pavo Cup, wil ik graag van Dinja horen wat het voor haar betekent om opgenomen te zijn in het Rabo Talenten Team. Nou, Lawrence, die loopt er toch nog even naast. Dinja, misschien kun jij daar iets over vertellen. Hoe is het om opgenomen te zijn in het Rabo Talenten Team? Voor mij betekent het echt wel erkenning voor waar je mee bezig bent. We trainen iedere dag hard en het is leuk dat je dan erkend wordt op deze manier door opgenomen te worden in zo'n team. Dat vind ik echt wel heel gaaf. Je krijgt ongelofelijke kansen. Ik mag bij Edward gaan lessen en daar ben ik ongelooflijk blij mee. Ik vind het echt heel tof. Ik denk dat het maar voor weinig weggelegd is. Edward neemt weinig nieuwe klanten aan. En via dit team kan ik er dus toch terecht. Ja, dat is echt een super kans. Verder zijn we ook al op stal geweest bij Mark Houtzagen. Echt even een kijkje achter de schermen daar. Ja. Het was ook echt ontzettend leuk. Super mooie stal daar. Leuk om te kijken. Veel van geleerd. Ja, het is gewoon leuk dat je in zo'n team zit. En dat je via allerlei kanten wordt gestimuleerd en geholpen om hogerop te komen. Ik ben heel blij mee. Hoort de dames en heren, Dinja is er heel blij mee. Goed, we gaan het woord geven aan Lawrence van Wieren. Ja, goedemiddag. Bert vertelde het al mooi, we hebben een jonge hengst meegenomen. Er is ons gevraagd om iets uit te leggen over het voorbereiden van een paard voor deelname aan de Pavo Cup. En toen dachten we, ja, dan is het belangrijk om een jong paard mee te nemen. We hopen dat dit paard volgend jaar hier ook op het hoofdtrein mag lopen. Zo rond deze tijd, of net iets later. Het is een Winton maal Ferro maal De Niro, een aangewezen hengst. En het is een paard met een heel goed moederlijntje. En een paard wat zeer veelbelovend is voor de toekomst. Vandaar dat we die gedacht hadden vandaag mee te nemen. En ja, waar gaat het om als je gaat trainen voor de Pavo Cup? Nou, uiteraard moet een paard een bepaalde natuurlijke aanleg hebben. En ik kan u verzekeren dat dit paard in alle drie zijn basis gaat over zeer veel aanleg en kwaliteit beschikt. Ik zie hier een hele fijne draf. Die stelt nog ietsje ronder in, natuurlijk ook omdat het een jong paard is. Een klein beetje vertrouwen geven. Ik moet zeggen dat hij ontzettend braaf is. We wisten niet zo goed hoe we hierop voor moesten bereiden, of we nou moesten losrijden of logeren van tevoren. We hebben een klein beetje gelogeerd en kunnen ze erop gaan zitten. En hij gedraagt zich tot nu toe voorbeeldig. Laten we hopen dat ik hiermee niet de duivel ga bezoeken. Het is echt nog maar een puppy en dit is de eerste keer dat we hem meenemen van huis. En nou, hij kijkt nergens naar. Hij is ongelooflijk cool. En dat is wel echt heel fijn. Voor de toekomst en inderdaad voor volgend jaar op de Pavo Cup, dat hij niet kijken is of verschrikkelijk of wat dan. Als hij dit als 3 jaar al doet, dan hebben we een fijn paard aan. Ja, en dat fijne paard gaan we dus een beetje ontwikkelen. Ik denk dat we daar meteen maar een beetje mee moeten beginnen voordat hij al zijn kruid verschoten heeft. Het is een paard, wat ik al zei, heeft 3 zeer goede basisgangen. En wat is dan belangrijk om op de Pavo Cup goed te kunnen presteren, dat is dat hij natuurlijk steeds meer balans krijgt en steeds meer vermogen en vermogen om te schakelen eigenlijk. Dat vind ik heel belangrijk bij een jong paard, dat je dat al kunt zien en kunt testen ook. En met die schakelingen proberen we meteen ook al die balans een beetje te verbeteren. Dan gaat het bij zo'n jong paard vooral om de schakeling naar voren toe, het voorwaarts denken.
Dit is gelukkig een paard wat vrij veel looplust heeft. Hij wil altijd wel naar voren. En door middel van kleine tempowisselingen proberen we die impuls, die drang naar voren in goede banen te leiden. Dat je dus het paard op je been naar voren kunt rijden en dat hij mooi in balans blijft. He, zoals je nu ziet, je kan hem gerust een klein beetje hoger gaan instellen nu. He, het paard wil nog iets te diep lopen, dat is natuurlijk een stukje kracht wat hij moet ontwikkelen. En nou is de kunst dat Dinja naar voren schakelt en het paard mooi bergopwaarts in balans moet houden. En ik heb ook gezegd, bij dit paard is zeer, zeer veel looplust, hebben we altijd wel naar voren. Maar daarbij is het juist belangrijk dat je als ruiter een klein beetje gas terugneemt af en toe en dan op je been naar voren toe rijdt. Dat de impuls zelf van jou is. Want als het paard alleen maar onder je uitloopt te rennen, dan heb je dus niet de balans en de oprichting en de takt die we graag willen zien. En om dat dus te ontwikkelen, kun je met zo'n jong paard iedere keer een klein beetje opvangen en dan op de reactie op je been naar voren toe rijden. Dat je van achteruit aantreedt en zich op die manier eigenlijk voorwaarts opwaarts beweegt. Goed, zijn een stukje van op. Nou, kijk, mogen we een beetje om zich heen te laten kijken, want dan mag voor mij gerust wat meer om zich heen kijken. We hadden gezegd, als hij maar niet te kijkerig is, dan gaat hij zo hard rennen. Nou, hij doet het tegenovergestelde. Hij kijkt helemaal op zijn kopje een beetje naar de grond en hij loopt heel braaf in de rondte. Oh, puppy. Ja. Hij vraagt even. Ook in die galop kun je gerust een keer een klein beetje oprichten. Wat terug op achterbeen proberen te zetten, zonder dat je daar al te veel nadruk op legt, maar dat je iets opricht. En dan op je benen een keer in die meer opgerichte houding naar voren rijden. Probeer maar een keer uit of je daar een goede reactie op krijgt. En je mag gerust ook een keer een beetje scherper maken als hij daar wat te weinig reageert. Kom maar, nog een keer. Ja, goed zo, juist. En daar blijft hij alweer mooi in balans. En uiteraard als hij dan een beetje hard gaat, dan gaat hij daarna wel weer iets voorover. Als die eerste reactie maar klopt. Goed zo. Goed zo, keurig. En weer opvangen. Rustig opvangen. En nogmaals, het draait niet zozeer om de overgang terug. Dat doet hij trouwens al heel mooi daar, dat hij wel mooi in balans blijft. Ja, maar het gaat vooral om de reactie op je been op het moment dat je naar voren wil vertrekken. Dat hij van achteruit aantreedt en zichzelf omhoog stuurt in de voorhand. Goed, dan Dinja. Misschien kun je op deze manier even een keer over naar de draf maken en even hand veranderen. En ook in die draf een keer laten zien dat je een klein beetje opvangt en een beetje bovenin zet in de aanleuning. En dan op je been naar voren schakelt dat hij van achteruit aantreedt. Goed zo. En weer opvangen. En dan gaat het voor mij dus niet zozeer om dat je een mooie middendraf moet laten zien of een uitgestrekte draf. Maar vooral om de vlugge reactie van het achterbeen. Kijk maar of je dat een paar keer wat kortere stukjes kunt herhalen. Het opvangen doe je rustig en dan het aanzetten op je been even een klein beetje verder. Goed zo, en weer opvangen. Bovenin in balans. Even de houding en de balans bepalen die we willen hebben. Zo, ja, dat is niet erg. Probeer maar een klein beetje vrij te laten dan. Even een klein beetje op te richten met je hand en dan weer vrijheid te geven. En dan op je been naar voren te schakelen. Goed zo, dat is al heel mooi. En weer opvangen. En zo leert dit paard dus op de juiste manier vanuit de onderlijn aan te spannen en dan zich in de bovenlijn naar boven te dragen, zeg maar. Die bovenlijn van zijn oren naar zijn staart, die moet eigenlijk het paard naar boven tillen, waardoor hij die mooie opwaartse houding krijgt. Goed zo, deze galop is ook heel mooi. Je ziet dat hij geleidelijk aan steeds meer naar boven begint te lopen. Dat betekent dat hij nog niet moe is. Dat is altijd moeilijk inschatten bij de jonge paarden, hè? Ook bij de vierjarigen in de paardenclub is dat vaak nog heel moeilijk om in te schatten van oké, wanneer zijn ze te fris om erin te